Goedenavond, het is zaterdagavond, 16 juni. Ik heb mijn SP-shirt nog aan van een actie eerder vandaag in Waalwijk, waar de SP geprotesteerd heeft tegen de uitbreiding van de winning van het gas aldaar. We zijn de wijk ingegaan en hebben daar de mensen duidelijk gemaakt dat ze bezwaar kunnen maken met de zienswijze. En het is een goede actie geweest. Meer dan 300 zienswijzes worden ingediend vanuit Waalwijk dat mensen het niet eens zijn dat we daar met fracking, met chemicaliën, gas uit de grond gaan halen. We willen geen tweede Groningen. Het is niet een NIMBY-gedrag, maar het is gewoon ja, duurzaamheid, goed opkomen voor je leefomgeving. Wie zegt dat de SP niet duurzaam is? Maar goed, dat was vanmiddag. Waarom sta ik nu weer voor het gemeentehuis? 5 weken geleden stond ik hier met een WOP-verzoek naar de informatie over de coalitievorming, de kosten die eraan vastzaten. Goed nieuws, ik heb daar de stukken van gehad. Het onderzoek trouwens kostte ruim €4650, dat even terzijde. Maar ja, ik kreeg ook informatie, het onderzoeksrapport van Vrij, degene die de noodzaak bepaald heeft dat die vierde wethouder nodig was. En op zich prima, dat als dat gevraagd wordt, je krijgt een kopie, prima. En een WOP-verzoek kan kosten met zich meebrengen. Ook dat is gewoon geregeld bij de wetgeving. Alleen de gemeente gaat hier weer een stap te ver. Ze hebben namelijk informatie gedeeld die al openbaar was. Mijn verzoek van 12 mei, als ze dat gewoon tot 31 mei gewoon informatie gestuurd hadden, was het nog niet openbaar. Hadden ze gewoon de nota die erbij zat mee kunnen sturen. Alleen ze hebben het verzoek 11 juni afgehandeld en daarmee informatie verstuurd die vanaf 31 mei al openbaar is. En dan heb je het volgende, dat informatie die al openbaar is, hoef je niet te verstrekken vanuit de wet openbaarheid van bestuur. Dat hebben ze wel gedaan. Nou, dan denk je, dat is een goede dienstverlening van gemeente Boxmeer. Maar ze hebben er een nota bij gestuurd. Nou, dus die nota is niet zo erg, dat is €3,80. Nou, dat kan ik wel betalen, daar gaat het helemaal niet om. Maar het is informatie die al openbaar is. En dan dient die niet verstrekt te worden en dan dien je daar ook de kosten niet voor in rekening te brengen. Dus ik heb een klein bezwaar tegen de nota gemaakt om het college in ieder geval erop te wijzen dat de werkwijze niet correct is. En laten we zeggen dat ze daar een verbeterslag van kunnen maken en dat ze dat dus kunnen oplossen. Dus ik ga vandaag het bezwaar op de nota ga ik indienen en dan mag de gemeente daar weer een besluit op nemen. Ik ga hem in de bus doen en we gaan wel weer zien hoe het verder gaat. We houden jullie scherp.